Lekker en gezond koken, dat willen we allemaal, toch? Mooi zo. Vandaag maken we een gebakken vistartaar sushi en die is heel erg lekker. En om dit gerecht te maken heb je de volgende ingrediënten nodig. Norrievellen van zeewier, rijst, gember, bosui, mayonaise, magere yoghurt, wasabi-creme, kappertjes, ui en gerookte en rauwe zalm. En die zalm ga ik eerst fijn snijden naar een tartaar. Die gesneden verse rauwe zalm die gaan nu bij de gerookte zalmsnippers. En die tartaar mengen we even door elkaar met een stukje zout, peper, fijn gesneden uitje en kappertjes. Dit gaan we door elkaar mengen. Eerst even op smaak brengen met een draai peper uit de molen en een snufje zout. En dit is je basis voor je sushi. En als de zalmtartaar goed gemengd is, dan trek je wat plastic folie op de werkbank. Sushi vellen. En dat is dus gemaakt van zeewier. Dat is redelijk kwetsbaar, dus daar moet je even voorzichtig mee zijn. Die leg je op de folie neer. Zo. En dan leg je er een beetje van die zalmtartaar op. Aan het begin. Je rolt hem dan zo strak mogelijk op. En daarna leg je hem even in de vriezer of in de koelkast. Dan kan hij straks wat opstijven. En dan kun je hem beter snijden zo dadelijk. En ik heb gekozen voor pandanrijst vanwege zijn smaakeigenschappen. En normaal gesproken, dat weten we allemaal, zit de rijst natuurlijk in de sushi verwerkt. En ik hou hem er lekker eigenwijs naast. Ik breng hem wel op smaak met gember, die rijst. Gewoon even de verse gemberwortel in plakjes snijden en tijdens het koken in het water doen. Gemmen erbij en laten koken. Ik ga een sausje maken op basis van mayonaise. Maar dan hoor ik je denken, is dat wel gezond? Nou, wel als je het combineert met magere yoghurt. Dan maak je hem lekker wat zuurder en dan slap je hem eigenlijk wat af. En dan de magere yoghurt. En hier heb ik die wasabi. En de mensen die dat wel eens hebben geproefd, die weten dat het heel scherp is. Dus wees daar voorzichtig mee en doe er gewoon één lepeltje bij. En nu komt het spannende moment dat je de sushi gaat snijden. En dat doe je met een scherp mes. Deze sushi, die gaan we bakken. En dat gebeurt normaal gesproken nooit, maar het is zo lekker om aan de ene kant warme, gare, knappige zalm te hebben en aan de andere kant nog lekker rauw. Zo, de sushi gaat op het bord. En in dezelfde pan ga ik nu de bosui eventjes bakken en afblussen met een scheutje wijn. Water mag ook. En dan de wasabi saus erbij. Zo. Ja, nou mag je weer gaan proeven. Kom maar eens hier. Kijk. Alsjeblieft. Mijn lievelingsrecept. En wat vind je ervan? Vind je het lekker? Ja? Dankjewel. Nou, ik ook. En wil je nou nog andere gezonde en lekkere kookvideo's zien? Check dan even de website, want daar staan er nog veel meer op. En ik neem een sushi en ik zie jou volgende keer weer.
Lekker.